Ja, en daarom mag ik dus niet meer in de buurt van basisscholen komen. Hey, hallo. Welkom op het YouTube-kanaal van De Derde Helft Podcast. Als je denkt, wie is deze gozer? Dat kan heel goed kloppen. Ik ben Gijs, presentator van de wekelijkse Eredivisie-podcast op zondagavond. Tegenwoordig zijn we ook live op dit YouTube-kanaal. We nemen in 45 minuten het hele Eredivisie-weekend door. Alle 9 potjes en alle 18 teams. Helaas doe ik dat niet alleen, maar doe ik het ook samen met onder andere mijn broertje Tim. Ik heb een probleem. Oh, okay. Ja, dat want was niet echt de bedoeling. Nee, ik zweer je, ik word dus steeds meer herkend. Om de onzin van Tim te compenseren hebben we voetbalencyclopedie Snijboon aan tafel. Ik vind dat dus gewoon heel erg. Zeg maar, het deed mij gelijk denken aan Willem Holleder, die bij College Tour werd uitgenodigd door Twan Huis. En als laatste, voormalig wonderkind van RBC Roosendaal, Pepijn Veerman. Hé, hey, die goos van de derde helft, die gaat toch met je zus? Dus, hij zei, ja, wat dan? Sivkovic, is hij wel helemaal lekker in zijn paas uit? En gelukkig schuiven er regelmatig ook wel interessante gasten aan. Dus hij heeft wel... hij heeft dus wel... Dan dat woord, jongen. Maar dan... En dat maakt ook niet uit. Mediterraans. Elke zondag dus een terugblik op de Eredivisie. Maar elke woensdag blikken Tim en Snijboon vooruit op de hele voetballerij. Aan de hand van Voetbalmanager bepalen zij de toekomst in Tim en Snijboon voorspellen. Gaat Steven Berghuis het redden bij Ajax? Ik wil geld, ik wil geld! Hij wilde namelijk kijken wie van ons twee de beste bondscoach is. Holy godverdomme. Jadon Sancho. Godverdomme. Waar eindigen deze spelers? Dortmund. Ja, ik dacht hem ook! Ben jij nou ook geïntrigeerd door het haar van Ger Zende? Heb je het haar van Ger Zende? Of ben jij Ger Zende? Abonneer dan even op dit kanaal en druk op het belletje, want dan mis je helemaal niets van ons. En dan zien we jullie zo snel mogelijk op dit kanaal.